Ik ben Michel van der Hasselt, burgemeester van de gemeente Ternate. Wat wij willen realiseren binnen het eerste jaar, een betere handhaving op vlak van foutparkeren, zwerfvuil, gratis parkeren rond en aan de stations voor alle inwoners van Ternate. Dat is zeker als een prioriteit. En een afgewerkt mobiliteitsplan dat al jaren aansleept, daar zou men ook graag binnen het jaar absoluut willen gaan landen. Binnen 6 jaar, 10 jaar, 10 kilometer veilige fietsverbindingen. Een prioriteit helemaal bovenaan is de Vossenbaan. De Vossenbaan waar ze al 30 jaar over spreken dat er een fietspad zou komen, wel, dat gaat er nu gaan komen. Veilige schoolomgevingen, daar willen we ons zand in het vuur steken. Een fietsbrug of een tunnel aan de Lassensteenweg. Nieuw kerkplein in Sint-Katrien-Lombeek. Een bijkomende nieuwe sporthal voor de volle. Een bijkomende gratis parking centrum Ternat. Bijkomende parkings aan Essene-Lombeek voor alle inwoners. En een veilige en nette gemeente. En voor een groenere, propere en echt waar ecologische, daar zou ik graag voor elke brievenbus, dat wil zeggen voor elke huis, zou ik 6.600 bomen of hagen in 6 jaar willen gaan creëren. 6.600 stuks. Als men spreekt van ecologie. Niet alleen gaan betogen, maar moeten gaan doen. Het beleidsplan ruimte, dat zou er ook moeten gaan komen. Masterplan schoolinfrastructuur binnen 6 jaar. En een financieel, om af te sluiten, gezonde gemeente. Aanslepend probleem, wel, dat is de fietsinfrastructuur. Fietspaden die zijn in erbarmelijke ofwel in geen toestand, helemaal niet. En dat willen we echt de zwakke gebruiker, willen we echt alles op alles zetten om dat binnen de 6 jaar zeker en vast te realiseren. Wat we zeker niet gaan doen, dat is de bedrijfsoppervlaktebelasting gaan verhogen. Zeker niet.